DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Trainingsvisie 7 met Bert van Hunestein, de coach van DVS 33. Bert, in de voorbeschouwing op de wedstrijd hebben we even met elkaar zitten babbelen in de dugout in Heemskerk. En toen gaf je aan van dat je graag vanaf het begin vol druk wilde zetten, dominant voetbal. En dan word je geconfronteerd met een tegenstander die datzelfde ongeveer gaat doen. Ja, dat is inderdaad. Dat ging absoluut niet goed. Zeker de eerste kwartier niet. We gaven veel te weinig druk op de bal. We lieten het initiatief aan Odin. En die ging als de brandweer wat dat betreft. En wij waren veel te apathisch in handelen in het eerste gedeelte. En we moeten gewoon heel blij zijn dat we niet met 2-0 achter staan na een kwartier. En die eerste 5 minuten, toen bleef je nog rustig op je stoeltje zitten. Maar toen moest je op een gegeven moment wel reageren. En daar stond je en te gebaren, et cetera. Nou, kijk, weet je, het is als jongens zichzelf niet aan de gang krijgen. Dan kun je 2 dingen doen. Je kan het afwachten totdat het fout gaat. Of je gaat proberen toch jongens te prikkelen. Dat er toch wat meer energie in je gaat komen. Dan, of dat ze boos op mij worden, weet je wel. Maar dan gebeurt er in ieder geval wat. En het is jammer dat je als trainer al zo vroeg in de wedstrijd aanwezig moet zijn. Omdat dit soort wedstrijden hebben die jongens al zo vaak gespeeld. En toch trappen ze erin dat ze met deze houding starten. En dat wil ik gewoon niet hebben. En je wist toch ook naar aanleiding van verleden jaar, met name die thuiswedstrijd hier, dat Odin dat soort trucjes wel vaker uithaalt? Ja, zeker. Dat was ook geen verrassing wat dat betreft. Maar ja, dan moet je er wel naar handelen. En ik vond gewoon dat we dat niet goed deden. En als team zakten we aardig door de ondergrens op dat moment. En zou je kunnen zeggen dat er dan 2 spelers gewisseld worden, geslachtofferd worden of niet? Nee, ze moet je nooit praten. Het gaat erom dat als je veel kwaliteit binnen je team hebt en op de bank zitten ook jongens die bepaalde competenties hebben en die heb je op dat moment nodig of die denk je te kunnen gebruiken als trainer. Ja, dan moet je ze gebruiken om daar de accenten mee te verbeteren. Ja, en die wissels pakken wat dat betreft goed uit. En wat gek dat in de ene week zo'n Daniel van Warven voor een 8 speelt en de volgende week nu in Heemskerk helemaal niet uit de verf kwam. Terwijl je misschien ook in die tweede helft in de 4-4-2 Daniel misschien wel weer op zijn stijl zou kunnen wijzen. Nou, we hadden verschillende mogelijkheden en keuzes. Kijk, je hebt deze week gezien met de Vitesse die uit bij Zwift 0-0 speelt en tegen Ajax nu wint. Sommige spelers renderen onder andere omstandigheden gewoon beter. En het heeft heel veel met een tegenstander te maken. Nou, in de eerste helft was er weinig ruimte achter hun linies. Nou ja, daar kwamen we gewoon niet goed doorheen. Nou, dan kies je ervoor met het voetbalvermogen van Kai en Mike om dat wel te realiseren. En dat is gebeurd. En in welk systeem dat gebeurt, dat is dan minder relevant. Ik heb trouwens in Heemskerk, ik ben daar diverse keren geweest, ik heb er zelden een fatsoenlijke leuke voetbalwedstrijd gezien. Ja, dat zou kunnen. Ik ben niet altijd bij jou natuurlijk. Het is wel zo dat het zaterdag wel lastig was ten aanzien van de temperaturen en het veld. Die combinatie, dus het was heel stroef. Dus er kwam weinig tempo in die wedstrijd. Maar het komt ook wel een beetje, Odin is een fysiek sterke ploeg die erg gokt op de standaard situaties. En verder gewoon die deur terecht dicht houdt. Hè? Want dat is een speelstijl die hun het beste ligt. Ja, en dan kom je... Kijk, voor een open wedstrijd heb je 2 ploegen nodig die aan het aanvallen zijn. Nou, en zij kiezen ervoor om zo te spelen. Ja, daar moeten wij slimmer mee omgaan. Je hebt in de tweede helft duidelijk met een ander systeem gespeeld, hè? Nou, zover ik heb het middenveld anders neergezet. En het waren gewoon individuele kwaliteiten die het verschil maakten wat dat betreft. Jongens die een bal wouden hebben, die goed een keuze wisten te maken aan de bal. We hadden veel dreiging aan de rechterkant, maar daar hadden we weinig doelgevaar uit. Maar je moet ook eerlijk zijn, op het laatste moment, Maurice komt op nummer 9 te spelen. En die maakt op dat moment verschil na een fantastische paas van Jeroen. Over Jeroen gesproken, die viel goed in. We hadden het er al over, hij bonst aan de deur. Ja, Jeroen is gewoon een talent. En dat talent had hij nu de periode voor om zich daarin te laten zien. En dan, met die infobeurt heeft hij laten zien dat hij veel kan. Maar we brengen hem rustig. En nou, aanstaande zaterdag krijg je weer te maken met een tegenstander waar DVS 33 verleden jaar in de uitwedstrijd na 10 minuten met 2-0 achter stond. Eigenlijk ook doordat ze veel feller begonnen dan DVS. Dus dat gaat zaterdag niet meer gebeuren, Bert.
Ja, iedere keer als we zeggen dit gaat niet gebeuren, dan gebeurt het toch. Hè? Dus eigenlijk moet ik nou zeggen van ja, het gaat wel gebeuren. Dan zou het omgekeerde waar zijn. Maar nee, natuurlijk niet. We gaan natuurlijk straks ook even over praten. Er zal veel over de eerste helft gesproken worden in de nabespreking. FC Groningen, talentvolle spelers natuurlijk, die graag er een wedstrijd van maken. Ik denk totaal andere tegenstander dan Odin. Maar het is wel zo, als je na een lange busreis moet je niet uitslapen op het veld. Maar dan doe je tukje maar in de bus. En op het moment dat de scheidsrechter fluit, moet je scherp zijn. Ik heb begrepen dat je graag nog een wedstrijdje tegen zo'n jong BVO-team had willen spelen. Hè? Ja, dat klopt. Om toch een beetje dat ritme te herkennen en op gras. Maar goed, dat is helaas niet gelukt. Oké, ik zou zo zeggen, veel succes in de voorbereiding deze week, Bert. Ja, we hebben er heel veel zin in.